tijdens de opleiding krijg je best wel veel praktijk. En de theorie vanuit de lessen komt ook direct weer terug in de praktijk. Dus op die manier leer je het echt aan elkaar te koppelen. De verhouding is ongeveer 60% theorie en 40% praktijk. In de praktijklokalen hebben we alle materialen liggen om het goed te kunnen oefenen. De klinieken zelf zijn echt heel goed geregeld. Het ziet er heel mooi uit. We krijgen echt patiënten, zodat we echt kunnen oefenen hoe het straks in de praktijk gaat. Maar hier in de kliniek onderzoek je de patiënt onder begeleiding van een docent. Bij orthopsie is het natuurlijk heel vaak wordt er gezegd, het is alleen maar kinderen, maar dat is helemaal niet zo. Je krijgt ook volwassenen op je spreekuur. En ook voor hen kun je heel veel betekenen.